Hoe bevalt de Ace 2 van Veloretti mij na 6 maanden? En wanneer is de volgende Bright e-bike party? Blijf kijken. Hey, Erwin hier van Bright. Toen VanMo vorig jaar zomer failliet ging, ben ik op zoek gegaan naar een alternatieve nieuwe urban e-bike. En ik had 7 kandidaten en 3 daarvan die belanden uiteindelijk op mijn shortlist. Dat was de Cowboy Cruiser, de Mokke Monopolder en de Veloretti Ace 2. Nou, en je kunt wel zien welke uiteindelijk gewonnen heeft. Ja, en dat is dus deze. En die heb ik sindsdien dagelijks in gebruik. Het is mijn daily driver. Van huis naar de redactie, dat is 10 kilometer heen. Eind van de dag 10 kilometer terug. En dat stelt mij in staat om iets te doen wat niet vaak mogelijk is bij Bright. Namelijk een echte duurtest. Als David e-bikes test voor Bright, dan is dat op basis van minimaal een paar dagen. Maar ja, nooit heel veel langer dan een week. Deze Ace 2, ja, daar zit ik dus nu al 6 maanden op. En ik heb er ruim 2000 kilometer mee afgelegd. Ik vertel je dadelijk meer over mijn bevindingen. Maar nu eerst kan ik vol trots de 2e editie aankondigen van de Bright e-bike party. Woehoe! Op dat event kun jij in 1 keer verschillende modellen van verschillende merken testen. Dat zijn doorgaans modellen van merken die niet bij elke fietsenwinkel verkrijgbaar zijn. En het regelen van proefritten daarvoor is onwijs veel gedoe. Onder meer Cowboy, Tenways, iMove, nieuwkomer Comate, Decathlon, terug van weg geweest Watt. Die zijn allemaal van de partij. Er gaan nog meer merken volgen hoor. En we zullen ook bekendmaken met welke nieuwe modellen ze allemaal aanwezig zullen zijn op de party. De 2e e-bike party is op zaterdag 25 mei, wederom bij Bright HQ. Kaartjes kosten €17,50 en je krijgt €100 korting als je tijdens het event een e-bike bestelt. Tel uit je winst. Kijk voor meer informatie op bright.nl/party. Na 6 maanden heb ik nog geen dag spijt gehad van mijn keuze. Ik vind het ontwerp van de Ace 2 nog steeds erg mooi en het fietsen is een waar genot. Er zit een app bij, maar daar ben je niet van afhankelijk, zoals bijvoorbeeld bij Cowboy. En dat spreekt mij wel aan. En meestal trouwens is mijn fiets helemaal niet eens verbonden. De Ace 2 blijft met 28 kilo een zware jongen. Daar merk je tijdens het fietsen niet heel veel van natuurlijk. Maar als je hem ergens moet optillen, zoals ik thuis bij de schuur, dan moet ik hem even omhoog tillen om hem erin te krijgen. Ja, heb ik wel geleerd, doe dat niet bij het zadel. Die fiets is zo zwaar, dat zadel gaat dan vroeg of laat loszitten. De fiets is bovendien met €3300 een dure jongen. Ja. Maar in ruil daarvoor ja, krijg je wel een vorstelijke e-bike. Hè, waarmee je dankzij de automatische versnellingen soeverein over de weg glijdt. Iets wat nogal opvalt trouwens over die automatische versnellingen. Je hebt die Enviolo, automatische versnellingsnaaf. En dat maakt dat je, hè, als je op gang bent, dat je lekker heel relaxed fietst. Als je vertrekt, als je gang gaat maken, ja, dan ga je even heel snel. En dan hoor je die Enviolo ook. Je kunt het heel hinderlijk vinden. Ik ben het wel gewend. En ik vind het eigenlijk wel een grappig geluidseffect. Hier, moet je horen. De cadans kun je instellen op deze fiets. Ik heb hem op 55 rpm staan. Rotations per minute. Ik heb ook 40 geprobeerd, 65. Ik vind dit een lekkere stand. Het is gewoon niet te nerveus, niet te zwaar. Heerlijk. En ook wel fijn op deze fiets, je komt helemaal geen e-bike muur tegen. Dat na de 25 km/u, dat je, poet, dan valt natuurlijk de ondersteuning weg. Helemaal geen last van, ook dankzij die Violo. Maar ook omdat deze motor hier, die ondersteunt tot wel 27 km/u. Maar dat mag ook, althans volgens de industrie zelf. Je mag 10% marge hebben. Dus ja, 10% van 25, 2,5 is 27,5 km/u. Nou, dat tikt je af en toe al aan en ik vind het wel lekker. Er zijn trouwens ook nieuwe rollerbanken, hè, speciaal voor e-bikes. En daar is de marge zelfs 5 km/u. Dus als je daar met een e-bike op staat die 30 km/u gaat, in plaats van de wettelijk toegestaande 25, ben je nog steeds safe. Tip van de dag. Ik kwam trouwens van een VanMoof met een boostfunctie. Niet die hoor, maar een oudere, een S2. Maar ik moet zeggen, ik mis dat niet op deze Ace 2.
En dat zit hem ook in het karakter van deze fiets. Ook door die Enviolo, die versnellingsnaaf automatisch. Het is veel meer een steer die gewoon door blijft ploegen, hè, dan een sprinter, om een paar schaatstermen te lenen. De Ace2 is voorzien van een uitnemere accu. Nu vond ik dat minder belangrijk, want ik heb een schuur met een eigen stroompunt. Toch ben ik er inmiddels blij mee, want ik heb ontdekt dat hij bij strenge nachtvorst niet oplaadt. Mijn schuur is onverwarmd. Dus ik vind het wel fijn dat ik hem dan alsnog eruit kan halen en binnen kan opladen waar het lekker warm is. Ik heb in de tussentijd twee tweaks gedaan. De eerste is de handvatten van Brooks. De originele die zijn best oké, trouwens, maar deze zijn nog wat comfortabeler. En ik vond ze er wel mooi bij staan trouwens. Die originele zijn een beetje aan de slanke kant. En het voorrekje, die is wel origineel van Veloretti. Kan niet heel veel op, hè, maar nou, beter dan niks. En dat is ook wel, want als je een tas aan je stuur hangt, ja, die remkabels die zitten dan klem. Dan kun je hier niet meer knijpen. Of een van je hengsels die hangt zo op de belknop. En nu ik het toch even over die knop heb, je hebt dus vier knopjes. En die zijn mooi weggewerkt, heel slank. En ze steken ook bijna niet uit. Nee, nou, het ziet er heel clean uit. Ja, dat is mooi. Maar als je aan het fietsen bent, en zeker de eerste paar maanden, zeker als ik een handschoen aan had, ja, je kan gewoon niet blind die bel vinden. Want welke heb ik nou eigenlijk ingedrukt? Oh ja. In die 6 maanden heeft mijn Ace2 me nog geen dag in de steek gelaten. Hij start altijd op. Ja, er is één ding dat komt heel soms voor. Dat is als je dan vertrekt, dan blijft hij in het lichtste verzet hangen. Ja, dat is natuurlijk niet prettig, hè? Want dan ga je... wat de oorzaak is, geen idee. Wat wel helpt om het te fixen, is dat je gewoon je fiets uitzet, weer aanzet. En tot nu toe is dan telkens het euvel verholpen. Aan de andere kant, na ruim 2000 kilometer, is het misschien nog eens een keer tijd dat hij zijn eerste grote beurt krijgt. Oh. De enige echte noemenswaardige smet op de Ace2 is de hapering in de ondersteuning. Als je op een slechte straat of een slecht wegdek een keiltje pakt. Die valt dan even weg. Dat is trouwens geen bug, maar een feature van de Bafang middenmotor van de fiets. En dat doet hij om zichzelf te beschermen. Als je enorme kuilen maakt, dan krijg je allemaal klappen. Dat vindt de hardware niet leuk. Persoonlijk stoor ik me er niet zo aan. Je raakt er ook een beetje aan gewend. Ja, behalve dus wanneer je een straat hebt waar echt veel te veel kuilen zitten. Dan zit je echt... Ja, man, wanneer houdt het op? Het goede nieuws, Veloretti werkt aan een firmware update om die feature uit te zetten. Nou, ik ben erg benieuwd hoe dat dan uitpakt, want Bafang doet dat niet voor niks. Een andere update, die heeft wat meer voeten in aarde. Veloretti ontdekte recent dat de boordcomputer, daar zit een soort bug in. Waardoor de fietsen, de Ace2, de Ivy2, soms ja, moeite kunnen hebben met aanzetten, met starten. En ze hebben dus een oplossing bedacht. Dan komt er iemand langs van Fietsnet, dat is zo'n mobiele repair service. En het kan op je werk, het kan thuis. En die gaan dat dan doen voor jou. Dus er zijn allemaal klanten aan het benaderen. Omdat het is geen recall, het is pertinent geen recall. Nee, maar ze sturen dus wel allemaal mensen langs bij klanten om die update door te voeren. Dat duurt ongeveer een uurtje. En ja, hij werkt ook als je Veloretti hebt gevelo-hacked. Online lees ik er wel wat klachten over. Mensen die nergens last van hadden met een Ace2 en na de update opeens wel. Veloretti belooft dan weer dat die mensen voorrang krijgen bij de support. Dus nou, het moet allemaal goed komen. De mijne wordt binnenkort geüpdate. Ik laat je nog weten hoe dat afloopt. Het lijkt me trouwens wel een dure grap, hè? Die hele actie met dat langsturen van Fietsnet voor die updates. Maar goed, ja, dan zie je dus, dan scheelt het, hè, dat Veloretti onderdeel is van het enorme POM. Hè, waar al diverse automerken, fietsmerken onder vallen. Dus die hebben veel diepere zakken, die kunnen zo'n tegenslag aan. Dat was ook een van de redenen waarom ik, dus een half jaar geleden, niet voor de Cowboy koos. Ik heb, zoals gezegd, geen spijt van deze Ace2. Ik vind hem stoer, ik vind hem sterk en hij voelt op veel fronten heel volwassen. Kijk, als ik 27 jaar nog was geweest, dan had ik misschien rondgescheurd op een Cowboy tegen beter weten in. Maar ik vind deze gewoon wel goed bij mij passen. Wat zeggen ze ook weer over kleding?
Dress Your Age. De Ace 2 zit met zijn A-merk onderdelen bovendien op een sweet spot qua prijs. Aan de ene kant heb je de Urban E-bikes van 2000, 2500 euro. Aan de andere kant heb je de Gazelles en de Riese Mullers van 5000 euro of meer. En daar zit deze lekker tussenin. Ja, dus ik hoef voorlopig geen nieuwe e-bike, maar hey, jij misschien wel. Dus kom zelf de verschillen ervaren op de Bright E-bike Party, 25 mei. De kaarten zijn nu te koop. Zie ik je daar? Hoi! Om zichzelf te beschermen De Ace 2 die zit bovendien qua prijs op een... Ja, dat wordt de blooper. Ha!